Er komt een stevig sociaal vangnet en tegelijkertijd zal het IMF-programma worden aangepast, zei VHP-voorzitter, tevens president van Suriname, Chandrika Persat Santokhi, gisteren tijdens de 74ste verjaardagsviering van de Oranje Partij. Het staatshoofd stelt dat de VHP heeft gezorgd voor het beter maken van ons land. Dit vloeit voort uit het fundament welke is gelegd door de oprichter Jagannath Lachmon. Maar ook niet moeten vergeten wat de doelstelling was van de oprichter van de VHP toen de tijd. Wat zijn die zaken die ons tot aan de dag van vandaag, 74 jaar lang, stand hebben gehouden? En dat zijn de belangrijke ingrediënten voor een partij. De waarden en normen voor een partij. Politieke partij oprichten om welzijn te brengen voor het volk. Politieke partij oprichten om democratie te bevorderen. Politieke partij oprichten om de rechtsstaat te ontwikkelen en te versterken. Politieke partij oprichten om te zorgen voor goed bestuur. Politieke partij oprichten om niet alleen te kijken naar je eigen leden en de belangen van de eigen partij, maar kijken naar het grote nationaal belang. En soms, zoals ook aangegeven door de religieuze leiders, ten koste van je eigen belang, ten koste van je eigen partijbelang. Soms met veel onbegrip van je eigen leden, maar steeds gaan voor een groter en hoger belang. Santokhi zegt dat het belangrijk is de problemen op te lossen en niet bij de pakken neer te zitten. Dit getuigt namelijk niet van daadkracht. En als we vandaag hier staan in een coalitieregering en we kijken naar de resultaten, maar ook naar het verleden, toen er grote uitdagingen waren en wat de rol van de VHP was. Of het was zoals de pandiet gezegd heeft, om een andere partij de nodige steun te geven om in het bestuur te brengen. In het kader van die verbroederingspolitiek. Of het nou was in een militaire periode om een democratie terug te brengen. Of het nou was in een ernstige crisisperiode om te zorgen dat we uit die crisis komen. Of het nou was in een oorlogssituatie van het binnenland om vrede te brengen. VHP heeft constant haar verantwoordelijkheid opgepakt. VHP heeft constant haar verantwoordelijkheid laten gelden. Soms met onbegrip. Soms met onbegrip bij achterman. En dat is wat we nu weer doen. In een tijd van ernstige crisis. En ik geef u de garantie. We gaan dit land uit die diepe crisis halen. U gaat de komende 2,5 jaar zien welke resultaten we neer gaan zetten. Omdat zware werk al achter de rug is. De VHP-voorzitter stelt dat de resultaten van het harde werk in de komende jaren duidelijk te merken zullen zijn. Als je een goede toekomst en goed bestuur wilt en dat de volgende generatie gegarandeerd is van duurzame ontwikkeling, dan kan dit land niet zonder de VHP. Aldus voorzitter Santokhi.